geen idee waar het voor is. Het is een single met buikflap. Dus zeg maar, moet je vooral aan mijn paard die gaan springen. Corset. Oh, je ziet hoe mooi dit is. Oh, en jouw broek is ook zo mooi. Super. En hoe zit het? Het is lekker. Ja, iets waar je... Nou. Hoe heet dit? Een harnas. Een harnas, zegt ze dan. Hoi, leuk dat je kijkt naar deze nieuwe video. Vandaag ben ik met Veren in de Applejack. Hier zo, we zijn er. Vandaag gaan we weer een niet-paardenvideo opnemen. En ik heb er super veel zin in. Ik zag deze eigenlijk liggen. En toen dacht ik, dat helpt heel goed mee met het idee dat ik had voor deze video. Veren gaat vandaag shoppen in de ruitersportzaak. En die gaat dus een aantal items uitzoeken. En daarbij weet zij dus niet zo goed wat is. Dus ik dacht, de verlanglijst is leuk. Ga ik dingen opschrijven. Dat mag zij natuurlijk zo meteen niet zien. Maar het is natuurlijk super grappig als Veren... Niet dat ik iets weet. Maar... Nee, daarom. Dus dan wordt het leuk. Ik ga een aantal items opschrijven. Die moet Veren gaan halen. En dan gaan we dus kijken hoeveel items ze goed heeft. Dus ja, heb je daar zin in deze video? Blijf dan zeker kijken. Vergeet niet nog hieronder te abonneren op de rode abonneerknop. Dat is helemaal gratis. Misschien is het wel het belletje aan te zetten. Dan mis je niks van mij. En natuurlijk duimpjes omhoog te doen. En dan gaan we heel graag beginnen met deze video. Zo. Veren staat even daar en ik ga eventjes wat dingen opschrijven die ze dus moet gaan uitzoeken. Ja, dat is zeker. Oké, ik heb een aantal leuke dingen die ik denk dat echt heel grappig is. Dus ga ik ze even op mijn vlanglijst schrijven. Oké, ik weet niet of je het heel goed kan lezen. Mijn stift was een beetje losbandig of zo. Dus nou, dit zijn dus de items die Veren moet gaan zoeken. Ik ga ze één voor één voorlezen aan Veren en Veren gaat ze dan die gaat ons meenemen in de winkel omdat ze denkt... Dat ze weet waar het ligt. Item 1 is chaps. Oh. Veren moet chaps gaan uitzoeken. Ik ga Veren niet vertellen of dat het voor mensen is of voor paarden of ertussen. Veren mag gaan zeggen chaps. Ik heb gewoon chopped. Choppen. Oké, zeg maar waar je een beetje naartoe gaat. In ieder geval wat je denkt. Ja. Chaps. Eten naar... chaps. Het lijkt op caps. Hier. Dit is het niet, denk ik. Jij moet de items op de tafel leggen waar we vandaan komen als je denkt dat dat het is. Oh, ik krijg niet eens een... Ja, je krijgt geen hints. Oh, grappig. Oké. Okay, geen hints. Nee. Oeh, kijk. Het zijn ook vlogjes. Toch nog iets van mij, jongens. Chaps, ja. Jij moet iets gaan pakken. Ik bedoel. Lekker, sport BH. Dat is toch niet, denk ik? Ja, oké. En misschien zit je wel goed met je chaps als in eten. I don't know. Ik zeg dat nu gewoon omdat ik hier sta. Zeewier. Lekker sushi voor je paard. Oh, dit vind ik ook wel leuk. Dit vind ik een chap. Niet een cap, maar een chap. Nou, gaan we nu richting de tafel om daarop te leggen voor item nummer 1. Oké, nummer 1. Dit zijn chaps. Nummer 2. Dit is bijvoorbeeld iets makkelijker. Ik heb het gevoel dat ik hem niet goed heb, maar oké. Sporenbeschermers. Sporen, oh, dat zijn die... Oh, oh, die weet ik wel. Sporen zijn die dingen op je schoen. Mhm. Ga naar de schoenen. Ja? Jawel, dit zijn sporen toch? Ja, je moet sporenbeschermers hebben. Ja, ik had gehoopt dat we hier erbij zijn. Dan moet het toch heerlijk, hè? Oké, dit zijn sporen. Koude zielig, maar... Dit op je schoen? Oh nee, dit is gewoon de bovenkant van je schoen. Oeh, oeh. Nou, lekker tafel! Dat was toch?
jongens. Oké, dat is dus item nummer 2. Item nummer 3 is een hengstenketting. Oeh, die weet ik ook. Ja, dat ook wel. Die is warm. Die is... Die heeft een geur. Dat is ook zo'n ketting die helpt tegen dat zo'n hengst op hol kan slaan of zo. Ja. Ja, toch? Nee. Als ze in de goede ring zit, geef ik wel een beetje antwoord soms. Waar ligt die? Ja, dat vind ik ook een goede. Dat weet je zelf niet. Is het... Nee, even natuurlijk een beetje veranderd. Het lijkt wel op een. Beenwarmers. Beenwarmers. Shit, een cake. Oké, dus ik neem aan dat het hier erg is. Oh, het is er. Wel mooi. Nou, leg hem op tafel. Let er dan passen. Weet je wat in je handtas inderdaad erbij zit? Ja. Extra. Nou, dat is item okay. Nummer 3. Item nummer 4 is een zweetdeken. Die heeft King altijd op, toch? Kijk je video's hoor. Ja, dat weet ik. Daarom is het wel leuk. Weet je, want je hebt niet echt iets met paarden, maar toch als je ze kijkt, kan je misschien wat ervan afleiden. Je zegt van elke keer, ja, heb je een zweetdeken? Ja. Ik wil graag een roze zweetdeken. Is dat een kleintje? Oh, ik zeg niks. Gaan we voor een roze zweetdeken? Die kan ik alleen niet echt op tafel leggen. Nee, dan moet je even eentje uitzoeken die op de dingen ligt. Een kleur donkerblauw of rood? Wat is dit? Because dit is roze, jongens, echt. Een roze, ja? Ik ben eerst op dit is weten. Oeh, ik heb best wel leuk. Nou, leg hem maar op tafel. Dit is dus item nummer 4. Item nummer 5 is een sperriem. Een sperriem. Of een sperriem? Sperriem. Sperriem. Ja. Een touwtje. Half de touw. Kijk, dit is je riem en dit is je sperriem. Ja. Ik zou het gewoon nog zo inpakken. Dat lijkt me echt moeilijk. Ja, dat is het ook. Ik heb wel een aantal moeilijke en een aantal makkelijk gekiest. Nee, ik heb zeg maar niet de moeilijkste. Ja, okay, deze is echt vet moeilijk, maar ik wilde ook wel eentje die je sowieso wel wist, natuurlijk. Ja, wie weet is de sperriem. Oké, ik ga gewoon een ding doen. Dit is je riem, dit is je sperriem. Oké, let's go! Wat al halsbandjes? Halsbandjes? Oké, item 5. Ja. Waar is het voor? Voor de neus, dat je daar... Oké, 6. Dat is het laatste. Bandageonderleggers. Je had al een paar makkelijke nog. Bandage. Bandageonderleggers, ja. Wat is een bandage? Dit is echt zo ontzettend grappig. Het is in ieder geval iets voor het paard. Dus als je een paard moet zijn, moet je aan de rechterkant van de winkel zijn. Gaan we dat even doen, hè? Oeh, die is ook wel mooi. Ja, echt. Die wil ik hebben. Ja. Dit is iets wat je ergens onder legt, neem ik aan. Dat zegt het woord wel, natuurlijk. Dit leg je onder je zaal. Hé, hey, hoe cool is. En daar het. Oh, misschien is dat het.
Misschien is dat het. Ja, ik dacht van dat het zou wel stil zijn. Oh, wat cute. Unicorns. Je moet iets pakken wat jij een bandageonderlegger vindt. Oh, misschien zijn dit bandages. Geen idee wat je eronder moet leggen dan nog, maar... Of is dat juist het onderlegding? Ja, dat is wel een bandage. Dit is je bandage. Dit zijn melkkorven. Kijk, dat weten ze wel. Maar dat is natuurlijk ook gewoon bij andere dieren zo, dus... Ja, daarom dat lijkt op die van de hond. Ja. Ietsje groter. Is dit voor zo'n koets? Je... Ja, dit is voor het logeren, maar als je een koets hebt, heb je ook zoiets. Maar dan is het een stukje uitgebreid. Lijkt er wel, heeft er wel heel veel van weg. Dat is geen bedage. Bedage. Dit wordt onder die dingetjes. Onder die dingetjes! Oké, nummer 1. De chips. Ja, nee, oké. Nummer 2, de sporenbeschermers. Deze. Nummer 3, de hengstenketting. Nummer 4, de zweetdeken. Nummer 5, de sper en de riem. En nummer 6, de bandage onderlegger. Oké, ik ga nu de sferen meenemen. Dus, puntje per puntje wat ze zeg maar, wat ze heeft gehaald en wat het is. Dat is een mandje of zo. Dan kunnen we een winkelwagentje pakken. En nu voor nummertje 1, de chaps. Dit is Veren der chaps. We gaan... Ja, Veren gaat even de rest in het winkelwagentje leggen. En dan gaan we nu, oh ja, die zal ik meenemen, richting de chaps lopen. Ik dacht dat het wel grappig was, want we zaten hier. Ik denk, nou, dan is ze er makkelijk en snel. We gaan nu richting de chaps. Nee. Dit zijn chaps. Komt samen met een oornetje, heet dat sfeer. Ik veel. Maar dit is voor je laar. Voor als je geen laar hebt. Ik kijk wat op het kaartje staat. Ja, chips. Ja. Mini chips. Ja. Big chips. Ja. Nou, dit is dus nummer 1. Die heeft weer helaas niet goed. Oké, okay, we gaan over 2 en dat zijn de sporenbeschermers. Als je hier allemaal rare vlekken ziet, het is geen zweet, het is gewoon regen dat in het fijne land ook wegkomt. En je broek, oh nee. Nee, die valt wel mee eigenlijk. Dus we gaan nu voor de sporenbeschermers, dan gaan we jouw kant op. Oh. Ja, maar die heb ik sowieso goed. Die heb je inderdaad goed. Je loopt wel verkeerd. Oh nee. Het zijn niet de meest makkelijke, maar het zat er ook op. Maar dit zijn dus de sporenbeschermers. Die kan je dus, ja, je spoor haal je hier doorheen en dan zit hij dus wat veiliger. Je hebt ze ook in deze. Deze heb ik thuis ook liggen. Het zijn van die rubbertjes en die kan je dan om je spoor heen doen. Mm. Kijk, die zitten bij hier al bij jou vast, zeg maar. Ja, Ze was inderdaad aan het zeggen van, dit is een warm, maar... Waar is het ding? Ja, dus die heb je goed. Dus, yes! Nummer 2 heb je goed. Oké, dan gaan we naar 3, de hengstenketting. En die heb je ook goed. Echt? Ja, maar ik heb hier een beetje verraden, want ik wil het omdraaien. Want toen jij hier een beetje sporen beschermd bezig, stond ik hier dus zo. Toen dacht ik, nou, toen heb ik dus daarop ingezoomd. Dat heeft iedereen al gezien, dus... Echt? Ja, maar dat heb je dus niet gezien. Nee. Ik dacht, ik ga het nog een keer doen, maar je hebt hem goed. Dus deze gaan we ook gelijk even terugleggen in het... Ja, deze heb ik goed gedaan. Die lag inderdaad hier in de emmer. Zullen we even naartoe gaan lopen? Kijken. Nummer 4 is een zweetdeken, die moest je uitkiezen. Jij hebt deze super mooie outdoor deken gehaald. Helaas waren we niet op zoek naar een outdoor deken veren. Ik ga je ook even het verschil laten zien, dus we gaan nu even richting de dekens lopen. Oké. Nou, de outdoor deken mag terug op zijn plek waar we hem vandaan hebben gehaald. En hier ergens. Ja, wel onderop, hè? Ja, dat is even aan het kijken. Ja, het is nog best lastig. Dat zijn er heel veel, maar hier hangt ook geen zweetteken. Ja. Yeah. Dit lijkt wel op iets anders. Het is iets dunner. Ik kan het heel goed voelen aan het stofje. Lekker van zweten. Ja, gevonden. Oh. Dit is een zweetteken. Voel maar even aan het stofje. Oh, dit is... Zeg dan vliesteken. Nou,
maakt het echt heel moeilijk. Dit was dus een zweetteken, die had je helaas ook niet goed. Ik had echt iets verwacht met zoiets. Ja, plastics of zo. Ja, ik kom er nu het allergrappigste ooit aan. Sperrie? Serieus? Kijk, het leuke was. Ik weet nog de camera. Ja, het vond de camera aan. Toen zei jij, toen we voorbij die ringen die hier hangen liepen, zei jij, ja, dat zit om de neus of zo. En toen dacht ik, wow, ik moest zo mijn lachen houden. En ik zei, dan gaat ze toch terug naar. Ik dacht, echt, joh, oh, maar. Sperrie. We gaan deze terugleggen en daarna gaan we naar de echte sperrie. Want die hangt helemaal daar. Ziet er wel gaaf uit. Nou, ze liggen hier met een losse winkel, maar dit is een sperrim. Dus dat is zeg maar het onderste riempje bij de neus. Dit is dus een sperrim. En je kan ze ook wel loskomen. Maar... Had ik dat dan niet daar was? Nee. Want wat zijn dat dan? Dat zijn sporenriempjes. Kan je sporen mee aan je laars zeg maar bevestigen. Een keelriem. En wat? Hé, hey, dit is een sperrim. Ja, een sperrimpje. Dit is hem. Nou, vind ik dit was. Dan een laatste nummertje is bandage onderleggen. Je zat super warm. Ik dacht eigenlijk dat je. Ik dacht echt dat ik hem goed had. Ja, bijna. We gaan nu echt voor de bandage lopen. Maar dat is een bandage. Dit zijn bandages, ja. Oh. Wel de in de mini versie. Moeten we misschien even. Ja, hier zo. Jij hebt ze gepakt in maatje one size. Dit zijn de elastische, maar dit zijn hele kleintjes. Kijk, dit zijn echt. De kinkformaatjes, zeg maar. Maar dit zijn bandages dus? Ja. Als je bandage doet, kan je ervoor kiezen om wel onderleggen te doen en geen. En als je er dan geen doet, dan ja, heb je minder drukverdeling en wordt het sneller warm. Daarvoor hebben ze bandageonderleggers. Huh? Ja, maar dit is voor op je voet. Ja, ja. Voor op de ja, wacht, been, laat ik het goed zeggen. Ja, deze geen open. Dus je kunt, jawel, hier. Kijk, deze zit een beetje hier. Kijk. Oké, okay, heel eventjes, maar wat doe je hiermee? Oh, oh, dit is gewoon. Oh. Oh, we gaan naar het paard toe. Ja. Leuk. Oh, mooi, toch geen beentje. Oh ja, deze ging groentjes. Oh, nee, kijk, maar. Oh. Je doet zeg maar. Normaal zit deze los natuurlijk. Dan doe je er eentje omheen. Zo. En die wijs naar achter. En dan pak jij je rolletje. Dus deze zit er natuurlijk niet. En dan rol je het eromheen zo. En dan, het is een slechte uitleg, maar... Ik ja. We snappen. Als ik het snap, snappen die mensen het ook wel. Nou, dit was dus wat ik onderlegger. Heel jammer dit. Zo, wij hebben heel de winkel gehad. En ik ga nog even strepen ververen wat ze wel en wat ze niet goed had. Ik had er niet zo heel veel goed. Zat er twee goed. Echt? Ja, want je had ik dacht één. De chaps had je niet goed. De sporenbeschermers had je wel goed. Ik heb wel zin in chaps nu. Ja. Chaps. De hengste ketting had je ook goed. De zweetteken had je niet goed. De sperring had je niet goed. En de bandage onderlegger had je half goed. Ze had een bandage. Ja, dus dit is het uiteindelijk geworden. Hè? Ja, het wordt spiegelbeeld gaat om. Nou, dus ik vind het best knap. Ik wil het zeggen, je had ook gewoon niks goed kunnen hebben. Dus ik vind dat het echt super goed gedaan heeft. Wij gaan zo meteen nog lekker een lolly eten. En even naar de holsters kijken. Ja, dat wilde Veer nog even doen. En ook een hele leuke pluizen. Ja, met allemaal bondjes. Ja, ik hou ook van bondjes. Nou, dan gaan wij de video afsluiten. Ik hoop dat je het een hele leuke video vond. En doe zeker een duimpje omhoog als je Vera nog een keer wil voorbij ons in komen. Vera heeft ook al een andere niet-paardenmensen video gedaan. Daarin ja, gaat maar ze kijk die maar niet. Want daar val ik gewoon trekken. Daarin gaat Vera bij het dressuurproef voorlezen. Dus we gaan hem wel kijken. Ga maar kijken als je wil lachen. En dan zien we je bij de volgende video weer. Doei!